Dag Karen. We staan 2 dagen voor de opening van Alternature Weekend. Tentoonstellingsproject van Z33 die jij hebt gemaakt. Waarom deze tentoonstelling en wat betekent eigenlijk Alternature Weekend? Dus met de tentoonstelling wilden we eigenlijk ingrijpen op 2 grote punten. Langs de ene kant heb je een evolutie binnen de wetenschap, waar biologie en biotechnologie steeds vooruit gaat, waar nieuwe ontwikkelingen zich plaatsvinden, maar recent bijvoorbeeld synthetische biologie. Die ontwikkelingen die dermate groot zijn dat mensen spreken over een volgende biologische revolutie. Dus een evolutie vanuit wetenschappelijk oogpunt, maar met een revolutionair of mogelijk revolutionaire impact op de samenleving. Een tweede link of een tweede uitgangspunt is eigenlijk kijken naar het thema natuur, dat eigenlijk als thema al jaren in kunst en design is teruggekomen. Eerste afbeeldingen, maar ook landart in de jaren 60. De jaren 90 onder de noemer biokunst staan, heb je kunstenaars en ontwerpers die met biologische materialen effectief aan de slag gaan. En die twee hebben we proberen samen te brengen in de tentoonstelling Alternature Weekend. Het is dus een tentoonstelling die gaat over veranderen van natuur to alter nature. En de weekend is onvermijdelijk verbonden met de uitspraak van Obama, maar slaat ook op het feit dat we kunnen het doen en we doen het eigenlijk al. Dus een deel van de projecten in deze tentoonstelling gaan ook over het tonen dat er al een heleboel dingen gebeuren. Of is het de bedoeling om mogelijke oplossingen en fantastische mogelijkheden voor de toekomst hier te laten zien? Of wat is, Niet zozeer. We proberen het zwart-witte te vermijden, het pro-contra te vermijden, want het gaat niet zozeer over mogen we of kunnen we dit wel doen, of mogen of kunnen we dat wel doen. Dus we hebben eigenlijk geprobeerd om in de selectie van de kunstwerken en designobjecten weg te blijven bij die basisbehoeften. Mensen hebben de natuur al eeuwenlang veranderd en vaak ging dat om te voorzien in een voedselbehoeften, in onderdak, in bescherming, gezond blijven, dergelijke meer. Maar wij kijken net naar veranderingen of manipulaties van natuur die andere redenen hebben. Bijvoorbeeld esthetiek, succes, verandering of gewoon de nieuwsgierigheid om het te willen proberen. Poëtische veranderingen. Zo kan je het stellen.